Voor mij is het heel leuk. Ik word ook wel een beetje, ja, als een soort van prinsesje behandeld soms. Het is ook wel weer leuk natuurlijk. Dus... Ik ben Kelly, ik ben 31 jaar en ik werk als vuilnisvrouw in Eindhoven. Ik heb altijd in de horeca gewerkt. En ja, vanwege corona en zo ja, was dat een beetje moeilijk allemaal. Dus toen heb ik eigenlijk een factuur gevonden online. En ja, die sprak me eigenlijk gelijk aan. En ik dacht, ja, lekker buiten, lekker in weer en wind, heerlijk. Ja, lekker bezig zijn, lekker bewegen. En toch in de mannencultuur. En dat, ja, dat vind ik gewoon, daar werk ik heel fijn in. Ja, ik vind het fantastisch. Ik wil niks anders eigenlijk. Sorry. Ik hoef niks meer te doen. Je ex-prinsesje, zie je nou? Ja, ik vind eigenlijk dat er best wel meer vrouwen ja, in dit vak mogen komen. Want ik kan het ook, dus waarom zouden andere vrouwen het niet kunnen? Toch? We werken hier niet zoveel vrouwen, maar ja, die kunnen gewoon komen hoor. Dus, maar ja, niet iedereen kan het volhouden. Hè? Zij is een van de weinige vrouwen. Wat vind je ervan dat er zo weinig vrouwen hier in dit beroep werkzaam zijn? Ja, mogen er eigenlijk wel wat meer zijn. Ja, ik heb prima naar mijn zin met haar. Ja, ze is ook meegaand en sociaal en zo allemaal. En ze kan met iedereen werken. Klaagt bijna nooit. Dat is ook heel fijn. Had je het ooit van tevoren gedacht dat je later op de vuilniswagen zou staan? Absoluut niet. Nee. Nee, ik... Deze ambitie had ik in principe heb ik nooit gehad. Maar ja, zo zie je maar dat je toch ergens komt waar je het niet verwacht.